moeten we even mee beginnen helaas. Dat is het vertrek onder meer van Frank Venings en Nick Akkermans bijvoorbeeld. En Erik Meijering, de aanvoerder. Tenminste, die is lang aanvoerder geweest. Hoe is dat aangekomen deze zomer? Ja, het is een aderlating dat je Nick Akkermans kwijt bent en Frank Venings. Ben je heel veel doelpunten mee kwijt. Ja, voor de rest zijn er nog een aantal andere spelers weggegaan. Maar ik denk dat het wel een kans geeft voor de jonge spelers. Dus op zich, ja. De groei van DIA is in een versnelling gegaan, zeg maar. Dus we kunnen nou opbouwen met de jeugd en iets sneller dan verwacht. Betekent dat automatisch dat je je doelstelling meteen aan moet passen? Ja, ik denk het wel. We moeten eerst kijken hoe alles gaat lopen. Het kan goed uitpakken. Het heeft dat in het verleden al eerder goed uitgepakt bij DIA, dat een wisseling van de wacht was. Dus het is even afwachten. Het is net hoe snel die jongens het gaan oppakken en hoe snel ze die groei doormaken. Maar we gaan er geen druk op leggen in ieder geval. Als ik kijk naar een jongen als Remco Sluik, ik noem even een naam, hè? Groot talent, is gebleven bij DIA. Is dat iemand die nou de naam bijvoorbeeld Akkermans moet gaan vervangen of zie je dat zo niet? Nee, ik zie dat niet zo. Ik denk dat Nick Akkermans niet te vervangen is bij DIA. Dus het wordt gewoon een ander spel wat we gaan spelen. Dus het wordt meer een teamverband, minder individueel. Maar je blijft kwaliteitsspelers hebben. Je hebt Remco, je hebt Kjell, Ilko de Haan als hij fit is heel het jaar. Dave van Zundert, Chap Witteveen, ja, je hebt nog zat goede spelers. Dus wat dat betreft is het vertrouwen er niet minder om voor komend seizoen? Nee, ja, wat ik zeg, de doelstelling is bijgesteld. Dus we hoeven nu niet voor promotie te gaan, dat doen we eigenlijk elk jaar wel. En dit jaar denk ik, ja, je gaat voor de top 6 en je probeert te verrassen. Dus het is niet meer zo als elk jaar dat als je tegen DIA speelt, dat DIA Torenhoog favoriet is. Het zal nu tussen meer clubs gaan ook. Is dat misschien niet een stukje fijner? Want kijk, de druk ligt er al jaren op bij DIA. Altijd na competitie, altijd periodetitels. Maar promotie lukt niet. Misschien dat het stiekem nou lukt? Ja, ik zeg, nu ben je geen favoriet en wie weet. Je weet het nooit. Ja, nog steeds op... Staat Jan? Hij draait, ja. Oké. Nog steeds op Sportpark de Gouwe met Mike Poppelaars. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb net ook al tegen de trainer even gezegd van... De doelstelling moet misschien wel wat anders liggen, omdat drie goede spelers, net zoals Nick, Frank en Erik, zijn weggegaan. Hoe denk jij daarover komend seizoen zonder die drie spelers? Ja, hetzelfde eigenlijk. We hebben natuurlijk veel ervaring ingeleverd met die drie gasten, waaronder eigenlijk verreweg de beste speler van de vierde klasse met Nick. En daar is weinig voor in de plaats gekomen, dus we gaan dit jaar echt bouwen met de jeugd die we hebben. Er is ook veel talent in. Moet nog wel blijken wat het gaat worden dit jaar, dus we gaan bouwen. Martijn zei net ook al, Nick is niet te vervangen. Jullie gaan meer op het collectief mikken. Heb jij daarin ook een soort van droombeeld qua eindklassering op de ranglijst? Ja, het droombeeld is natuurlijk zo hoog mogelijk in. Het is echt afwachten waar deze groep erin staat. Dus het liefst doen we natuurlijk bovenin mee met z'n allen. Want het reëel is echt een tweede. We gaan inderdaad gewoon een collectief smeden, goed mogen spelen en dan kijken we wel wat Schipstrand. Kun jij mij misschien vertellen, kun je de kijkers ook even uitleggen, hoe komt het nou dat DIA altijd goed speelt een seizoen lang, altijd om promotie speelt in de na-competitie en het gewoon nooit lukt om te promoveren? Ja, goeie. Ik speel zelf al 8 jaar in selectie. Ik heb al 8 jaar na-competitie gespeeld en we hebben nooit gewonnen. Dus dat is echt al genoeg, denk ik. Ik denk als we het zelf wisten, dan hadden we eentje van die 8 wel gewonnen. Ja, waar het aan ligt, geen idee. We lopen kampioenschap op puntjes mis, op doelsaldo mis, op een paar puntjes, alle tweede of derde. Vervolgens blijkt het er niet in te zitten. Ja, waar het in ligt, echt geen idee. Dus. Het is misschien een soort vloek of wat? Dat lijkt het wel op. Hè? Laten we dit jaar maar op het collectief gooien en kijken of het dan wel lukt. Nou, wij wensen jou en DIA heel veel succes en we zien jullie in de competitie weer. Komt goed. Dankjewel. Dankjewel.